Ik ben Suzanne, ik studeer hier redactioneel medewerker op het Grafisch Lyceum en hier zit ik ongeveer 35 uur per week. Het hele gebouw is verbouwd, we zijn nu naar een ander deel van dit gebouw verhuisd. De hele kantine is nieuw, lokalen zijn nieuw. Dit hele stuk, dit is echt allemaal nieuw. Al het werk dat hier op de muren hangt is allemaal gemaakt door studenten, ze hangt door de hele school. Het is echt heel vet. Vorig jaar was het allemaal, je zat heel dicht op elkaar. De lokalen waren niet goed genoeg voor hetgeen wat je wilde doen. Er was geen ruimte. En nu heb je echt per opleiding je eigen ruimte, je eigen plek, je eigen lokaal. En ja, ik voel me echt, ik heb meer een thuis, meer een plekje. Maar dit is het fotografielokaal waar ze echt studio's hebben om te fotograferen. Ik geloof, durf niet 100% zeker te zeggen, maar dit is art en design. Nou, dit is de glazen loopbrug. Hier zie je goed het verschil tussen de twee gebouwen. Dit stuk is van ons. En dan dit stuk ook. En dit is een van de onderdelen die ze aan elkaar verbindt. Nee, één te laag. Ah, we zijn hier in het productiehuis en dat is de thuisbasis van DTP Packaging Design. Hier hebben ze ook echt het materiaal dat ze nodig hebben. Ze staan hier enorme printers en dingen die je echt in de drukkerij kan vinden, zodat ze hier ook goede praktijkervaring op kunnen doen. Nou, dit is ons praktijklokaal en hier krijgen leerlingen van redactioneel eigenlijk heel groot gedeelte van de lessen. Suzanne, leer jij ook iets van journalistiek in je opleiding? Ja, alleen maar hè. Dan maak ik nu voor jou even een reporter. Mag jij aan de studenten vragen wat ze vinden van dit nieuwe gebouw? Vind je het goed? Ja, goed. Dankjewel. Jongens, mag ik jullie misschien heel kort even wat vragen? Ja. Wat is nu jullie favoriete plek om te zijn in het nieuwe gebouw? Ik denk achter de IMAX, gewoon omdat het chill is, lekker groot en je kan je ding doen. En wat is je eerste indruk van het gebouw? Ja, mooi. Ja? Nieuw. Zie je hier zelf al een beetje zitten volgend jaar? Ik denk het wel. Okay. Wat vinden jullie van het gebouw hier nu? Mooi. Ja? Mooi, ja. Te geel. Te geel? Iets te geel, ja. Oké. Okay. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar voor de rest is het wel heel erg open. Ik vind de architectuur wel heel mooi. Wat vind je er precies mooi aan? Dat je van boven eigenlijk de roltrap zo naar beneden kan zien. En dat er sommige delen gewoon eigenlijk open zijn. Dat is hierboven. Dat je gewoon eigenlijk studenten gewoon ziet werken en zo. Dat vind ik wel mooi aan. Nou, ik ga weer terug naar mijn les, want de plicht roept. Dus ik ga deze weer aan jou geven. Oké. Bedankt voor je hulp in ieder geval. Doei. Doei.